De ondernemer Sean Saya Mixon is in een onderzoek naar mogelijke vervalste documenten gisteren aangehouden. Hij is aangehouden door het corruptieonderzoeksteam van het Korps Politie Suriname, meldt de voorlichtingsafdeling van de politie. Bij de invoer van een luxe auto is vermoedelijk gebruik gemaakt van valse, dan wel vervalste documenten. Saya is na afstemming met het Openbaar Ministerie voorgeleid en in verzekering gesteld. De zaak is in verder onderzoek bij de afdeling COT. Op verschillende locaties zijn in samenwerking met andere eenheden van de politie invallen gepleegd.